Ja, het is koud, maar het was toch mouwen opstropen en gaan vanavond. En dat was mooi om te zien. Ja, dat voelt ook lekker in het veld. Vooral begin tweede helft. De eerste 20, 25 minuten denk ik dat we goed hebben gespeeld. En ja, ook de spirit hadden. En ja, dat geeft vertrouwen. Jij ook, want de eerste helft volgens mij niet eens zoveel balcontacten. Maar de tweede helft, goal, assist. Hoppa. Ja, we gingen iets aanvallender spelen en dat ligt mij ook wat beter, denk ik. En gelukkig kwam dat vandaag ook tot uitdrukking op het veld, dus dat is fijn. Ja, dan kom je ook nog tot 1-3. En het is zo zonde eigenlijk dat je het jezelf daarna zo onnodig, dat het nog zo spannend wordt. Ja, klopt. Zeiden we net ook. Als je zo goed begint tweede helft, dan ja, moet je ze eigenlijk geen... hoe noem je dat? Niet meer het gevoel geven dat er nog iets te halen valt. En dat doen we wel. Het is... ook uit een corner, dat zijn ook zonde, weet je wel. We staan verdedigend redelijk, maar dat we dan 2 goals uit corners tegenkrijgen, dat is zonde. Maar ja, positieve daarna is in ieder geval dat we knokken tot het eind en die overwinning vasthouden. Ja, heb je al gezien of gehoord wat daar dan misging? Of iemand zijn afspraken niet nakwam bij die corner? Ja, dat moet dan al bijna als die er niet in gaat. Maar... Ja, bij de eerste corner was er een blok. Nou ja, dat kan gebeuren. Moeten we misschien iets scherper op zijn. Tweede goal heb ik nog niet goed teruggezien, dus dat weet ik niet. Ik geloof zelfs dat het geen corner was. Maar goed, dat is mijn mening. Je wint hem uiteindelijk wel, deze. Dat is het belangrijkste natuurlijk vanavond. Ja, zeker ook omdat dit de manier waarop, dat tank je ook weer vertrouwen uit, lijkt me. Ja, zeker. Gecombineerd met het resultaat uiteraard. Dat is altijd het belangrijkste. En ja, wat je zegt, daar tanken we vertrouwen uit. En nu op naar dinsdag met weer een belangrijke wedstrijd. Het was wel ook weer een avond met, niet zo extreem als we wel eens hebben gezien, maar toch ook 2 gezichten van Feyenoord. Dat blijft toch terugkeren? Ja, al vond ik het verschil vandaag minder groot in uitdrukking komen. Eerste helft, we probeerden wel te voetballen, alleen het tempo was te laag. Het was niet dat we werden weggespeeld of onderuit gespeeld door Heracles. En wat in andere wedstrijden wel eens is gebeurd. Maar het niveau van de mindere helft moet eigenlijk steeds hoger worden bij ons. En we zijn inmiddels in het tweede seizoen zelf. Dus het wordt wel tijd dat nu snel gaat gebeuren. Leeft er bij jullie echt dat zelfs bijvoorbeeld die plek 2, wat misschien ondenkbaar was een paar maanden geleden, dat het zeker ook na deze avond, want je blijft in de buurt na een lastige pot, dat het ergens in de verte toch wel lonkt en misschien iets heel moois nog mogelijk is? Ja, tuurlijk. Tuurlijk, daar zijn we ons van bewust ook. En the only way is up, zeggen ze dan wel eens. En daar gaan we gewoon voor. Met iedere wedstrijd weer gaan voor die 3 punten. Maar wordt dat als je halverwege hier dan achter staat, wordt dat ook gewoon gezegd van hebben we zo'n mooie inhaalslag gemaakt, we gaan het toch niet hier deze avond in Almelo weggeven? Dat voel je dat leeft. Het is niet dat zo uit wordt gesproken, maar je voelt dat we niet zomaar het kaas van ons brood laten eten. En gewoon als groep blijven spelen en met de tweede helft ook met goed voetbal. En nu dinsdag, terug naar Sittard voor hopelijk 1 minuut of 20 dat het dan gedaan is. Ja. Hoe bereid je je voor op, dat is toch bijzonder. Het is toch anders als wanneer je weet, we moeten 90 minuten aan de bak. Ja, ik moet zeggen, dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Dus ik weet niet of dat een andere voorbereiding is. Ja, je moet het eigenlijk zien als een normale wedstrijd, die alleen wat korter duurt, denk ik. En we moeten er gelijk staan. Soms heb je ook tegen tegenstanders dat je weet over 90 minuten, dan kun je een wedstrijd opbouwen. Als je fysiek sterker bent, kun je het in het einde beslissen. Ja, dat heb je dan nu bijvoorbeeld niet. Je kan niet even rustig de wedstrijd lezen en opbouwen. Nee, dat klopt. Daar heb je gelijk in. Dus ik ben benieuwd hoe die avond eruit gaat zien. Ik hoop uiteraard dat wij winnen. Het voetbal zal wat minder makkelijk gaan als vandaag met het verschil in veld, zeg maar. Maar we gaan het zien. En buienradar ermee, want je weet het daar maar nooit. Ja, misschien is het weer mistig. Kunnen we nog een keer terug. Ja, iedereen heeft het trouwens over die mist daar. Maar dat veld, dat maakte het voor jullie volgens mij ook verschrikkelijk lastig om positiespel te spelen. Ja, dat klopt. Het veld was heel erg glad. Heel erg zwaar ook. En natuurlijk, daar heeft Fortuna zelf ook last van, hoor. Alleen, wij willen graag voetballen. Alleen, dat wordt je dan wel moeilijk gemaakt. En dan moet je op een andere manier zien, tot kansen zien te komen. En dan gaan we dinsdag maar weer proberen. Want je wil graag voetballen, maar je wil vooral graag door in de beker. Want als er iets belangrijk is dit seizoen, is dat het. Spijker op z'n kop.